Geachte leden van de raad van de gemeente Hardenberg, van harte welkom terug in de raadzaal van het gemeentehuis. Welkom terug van het zomerreces. Welkom geldt natuurlijk ook voor de mensen op de publieke tribune en de luisteraars die ons via de verschillende media beluisteren. Ik open de vergadering van 30 augustus 2016 en daarmee is een nieuw politiek seizoen in de gemeente Hardenberg opnieuw begonnen. Bij de mededeling doe ik mededeling van de afwezigheid van de heer Van der Valk van de CDA-fractie en de heer Kloekhorst van opkoers.nu. En verder zijn er geen mededelingen te doen. De vaststelling van deze agenda, van deze korte raadsvergadering die wij hebben ingelast vanwege de installatie, de benoeming van de heer Mulder, kan deze uw goedkeuring wegdragen. Dat is het geval. Dan blijft die agenda kort. En dat betekent dat wij op dit moment toe zijn aan het belangrijkste onderdeel van deze vergadering. De benoeming van de heer Mulder als raadslid namens de Partij van de Arbeid. En dat heeft alles te maken met het overlijden van Ria Juling, die ons is ontvallen. Waar wij voor de vakantie, voor het zomerreces, net afscheid van hebben genomen. Voordat wij overgaan tot de benoeming van Emiel Mulder, is het goed gebruik, een verplichting vanuit de gemeentewet, om de geloofsbrieven te onderzoeken. En dat zou ik ook nu willen doen. Dat staat ons te doen. En mijn voorstel zou zijn om een commissieonderzoek geloofsbrieven in te stellen, zoals we dat altijd doen. En daarvoor wil ik een aantal mensen vragen of zij beschikbaar zijn. En samen met Jaap Dam, medewerker van de bestuursdienst van onze gemeente Hardenberg, zich terug te trekken en de geloofsbrieven van Emiel Mulder te onderzoeken. En ik zou willen vragen of achtereenvolgens Henriette van Veldhuizen, zaken Christian Stelpstra en de heer Erik Bak, of zij bereid zijn om zitting te gaan nemen in die commissie. Dat is het geval. Ik zie in stemmend geknik. Ik zou willen vragen of mevrouw van Veldhuizen het voorzitterschap op zich wil nemen. En nog een extra dimensie daaraan toevoegen, zeg maar. Ik stel voor dat de commissie die zojuist is benoemd, dat die zich even terugtrekt met Jaap Dam. En dat we in afwachting van de resultaten van dat onderzoek de vergadering alweer schorsen. Voor zolang nodig is. De vergadering is geschorst. Dames en heren, de commissie is teruggekeerd. En dat betekent, de commissie onderzoekt geloofsbrieven. En dat betekent dat we de vergadering kunnen hervatten. De vergadering is opnieuw geopend. De commissie heeft gekeken naar de geloofsbrieven van de heer Mulder. En ik geef het woord aan de voorzitter, mevrouw van Veldhuizen. Ja, dank u wel, voorzitter. De op 30 augustus 2016 aan onze commissie opgedragen taak om de geloofsbrieven van de heer Emiel Mulder te onderzoeken is uitgevoerd. Met ambtelijke ondersteuning hebben wij de geloofsbrieven en verder bij de kieswet gevorderde stukken bestudeerd van de kandidaat die op 13 juli 2016 door de voorzitter van het hoofdstembureau benoemd is. We hebben de onderzochte bescheiden in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. En wij adviseren unaniem daarom om de heer E. Mulder toe te laten als lid van de raad van de gemeente Hardenberg. Dat is mooi, want dat betekent dat niets ons meer in de weg staat om nu over te gaan tot de installatie van de heer Mulder. Hij gaat toetreden tot het ambt van raadslid. Hem niet onbekend overigens, omdat hij al eerder heeft deelgenomen aan deze raad als raadslid. Maar dat was een aantal jaren geleden. En dat betekent opnieuw nu dat we toch enigszins een ervaren raadslid in ons midden krijgen. Zo mogen we dat ook toch wel zeggen. Daarmee leggen we de lat ook gelijk wat hoog voor hem. Maar we zijn blij dat hij de leeggekomen, de leeggevallen plek binnen de fractie van de Partij van de Arbeid weer opnieuw kan invullen. De aanleiding is niet goed, maar wel blij dat we daarmee de raad weer in voltalligheid bijeen kunnen brengen. En daarmee het belangrijke werk wat u als raadslid doet, de samenleving dienen. Vooral ook zorgen dat het schip op koers blijft, daarmee invulling aan kunt geven. Met die woordspeling zou ik de heer Mulder willen uitnodigen om in het midden van de kring van onze gemeenteraad te komen. En dan ga ik over tot de installatie van hem. En dat doen we door het afleggen van de verklaring
en de belofte. Procedureel zou ik toch willen voorstellen om de vergadering even te schorsen. Dat doen we gewoon. En Emiel de gelegenheid geven om felicitaties in ontvangst te nemen. Dat past bij deze raad. Om je ook echt welkom te laten voelen hier in deze raad. Om die reden zou ik de vergadering nu willen schorsen. Opnieuw om jou de gelegenheid te geven te feliciteren. De vergadering is voor een paar minuten geschorst. Leden van de raad van Hardenberg, ik heropen de vergadering. En sluit agendapunt 3 met de constatering dat de heer Mulder heeft plaatsgenomen in ons raadsmidden. Agendapunt 4, spreekrecht bij de agendapunten. Die zijn er niet. Dat betekent dat wij door kunnen gaan naar agendapunt 5, vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 juli. Ook geen opmerkingen zijn er vooraf binnengekomen, ook nu niets. En dan gaan we over naar agendapunt 6, de actuele vragenronde. Is de behoefte om gebruik te maken van de vragenronde, niet het geval. Agendapunt 7, de rondvraag. En agendapunt 8, de sluiting onder de mededeling dat deze raadsvergadering is gesloten, maar dat hierna twee oriënterende rondes zullen plaatsvinden in de Hardenbergzaal en in deze raadzaal. En dat de mensen die richting de Hardenbergzaal gaan, wordt gevraagd om hun naambordje even mee te nemen, zodat het ook goed zichtbaar is voor de camera's wie spreekt. De vergadering is daarmee definitief gesloten. De oriënterende ronde omtrent lokaal gezondheidsbeleid en de BIS, die blijft hier. Dat zal ik nog even bijvertellen. En de vergadering over het armoedebeleidsplan en het nominatiedossier, dat is in de Hardenbergzaal.